Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering alweer van Ellen Week, aflevering 8 is dit. En na vorige keer waren we ontkomen van de objecten van een moeilijk stukje en we zijn op zoek naar Alice, mijn vriendin. Want waarschijnlijk heeft die psychopaat die het manuscript wil hebben, die heeft haar ontvoerd. En nu bla 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 bla, nu is het zo van ja, ik moet haar redden, want ja, het blijft toch je vriendin en zo. En nou moet ik dus verder en dat zie je wel na het intro. Oké, people, let's go to work. En dan kijk, daar is die deur, daar moet ik doorheen. Ja, ik heb ook geen keus, zeg maar. Kijk, en... Hallo, kamer. U mag wel een grote... Oh, het lijkt net een zolder bij ons. Oh, dit is niet leuk. Dit is echt zo'n creepy zolder. Iets, zo'n plek waar je niet wil... doodgevonden wil worden, zeg maar. Maar volgens mij lopen hier al geesten, dus zijn er al mensen... gestorven hier, lijkt het net. Kijk, deze mooie stoel is eigenlijk het enige wat opflirt in deze hele kamer. En oké, ja, deze stoel ook dan. Oké, er komt een mannetje doorheen, maakt niet uit. Het is een grote vent! Wat moet ik doen? Oké, dit helpt. Sowieso moet ik nu... een flare... stuur ik een flare gun op hem? Oké, dat is een baas. Dat is duidelijk. Oké, ik schiet hem. Ik schiet hem. Komt u maar. Hij is onderschot. Yes, hij is dood. Wat een bad guy, jongen. Hij is echt zo'n big ass figuur. Oké, niks meer? Nee. Oké. Mijn batterij laden op. En ik pak mijn pistool. En wat ligt hier allemaal? Flare gun of een flares en een revolver ammo. Nou, dankjewel. Hebben we een revolver? We hebben toch wel een revolvertje? Even kijken. Nee, we hebben geen calls voor de revolver. Nou, vooruit. We gaan verder. Zonder kogels van de revolver dan. Het kan even niet anders. En ik hoop niet dat er weer daar zo'n vent komt. Zo'n badass, weet je wel. Kijk, mij is groot wezen, weet je wel. Ik kan elke week wel aan. Ik hoorde wel een deur net. Oh! Ja, hallo jongens. Ik denk dat ik dit maar even kapot schiet. Ik denk... En wegwezen! Oeh! Oké. Ik denk dat ook even schiet. Ja, hallo meneer. Nog niet. Nee! Ik heb hem ontweken. Komt u maar. Ja, huppakee. En die is dood. Dat is mooi. Kijk eens hoeveel tonnetjes hier staan. Trust none in the dark. Ik vertrouw inderdaad niemand. Zelfs deze zaklap niet meer. Hij heeft me verraden. Ik weet niet waarom. Hallo houten plankjes. Zo, jullie liggen er lekker bij. En deze prachtige grote ton. Zie ik nog een plek waar ik uit kan komen? Hey. Niet meegaan, jij. Ik heb niet gevraagd of je mee met me wil. Ik zou het even kapot kunnen schieten. We doen het gewoon. Pats! Zo! Hier kan ik naar heen. Kijk. Een laddertje. Oh, we moeten naar de piek natuurlijk. We moeten naar de top van dit gebouw. Dat is het natuurlijk. En ik zie een koffiekan. Hallo koffiekan, jij bent van mij. Komt u maar. Nee, hij zat lekker in die stoel. Zat natuurlijk te genieten van het uitzicht buiten. Is het een mooi uitzicht? Even kijken. Ja. Ja, dat is een mooi uitzicht. Follow. En een manuscript. Oké, we gaan hier doorheen. En... Nee, dit is niet de top. Nou, vooruit. We gingen niet naar de top. We gingen gewoon achter het gebouw. En dit ziet eruit alsof er weer elk moment iets gaat gebeuren. En dat gaat ook niet gebeuren. Dat gaat wel gebeuren. Oeh, die boom, boom, boom. Damn, die boom viel even, jongens. Oké, ik wil dit best wel omver halen. Batterijen. Maar ik denk dat er nu weer wat gaat gebeuren. Oké, een hoop van zegen. Kan ik niet door het raam heen hier? Nee, ik moet ver hier. Oké, er is niks kapot. Gebeurt er wat? Nee. Hallo? Nee, niks. Mooi zo. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Dat zwarte spul weer. Dat zwarte spul is echt heel vervelend. Ik snap niet waarom ik dat weghaal, aangezien je het ook... Ja, het kan je niet aanvallen, zeg maar. Oeh! Het kan je wel aanvallen, het ligt hier op de grond.
Zo. Daai. Kunnen we daar trouwens naartoe? Het ziet er wel uit dat we daar ook heen kunnen, denk ik. Laat me even kijken wat daar is. Ik ren wel even. Hallo, wat is hier? Je hebt wel secrets ook, hè? Voor mij zat er ook... Ik weet niet zeker, maar voor mij zit er een Easter egg in de game. Ik weet niet echt heel zeker, hoor. Soms heb je wel eens een grotje of zo waar je naartoe kan. Of ergens achter zit dan ammunitie of misschien wel eens een koffiekan verstopt. Nee, helemaal niks. Dat is jammer. Oké, we gaan weer lekker door het bos heen. En ik zie een lekkere mist is het weer. Lekker donker weer, zoals de game eigenlijk altijd is omschreven. Kan ik hier weggaan? Ja, dan kan ik weggaan. Doei, jongens. Ah, ga maar lekker buiten spelen en ergens anders. Oh, ze rennen. Weg. Ze komen op me af. Hallo, jongens. Ga maar lekker hout hakken. Of wat doen jullie zoal? Wat doen jullie zoal, jongens? Antwoord op mij. Kom maar, kom maar. Nou durf je niet, hè? Nou durf je niet, hè? Als ik een flare gunnetje neerzet. Zo, er was nog één over. Die zit daar zo. Hallo, meneer Debiel. Dat is de Ramdebiel, jongens, van het stelletje. Hallo. Zou je nog een kogeltje willen? Huppakee, nou, die is dood. En daar in de vette zitten nog zo'n Rambo. Er komen er nog meer. Wat de hel. Jezus, er komen er veel. Nee, er komen er heel veel. Oh, wauw. Ze gooien met axes. En ik gooi een flashbang. Wacht even. Kijk, die gooi ik daar naartoe. Komt u maar. Komt u maar. Oh, die was... Wacht even. Even wachten. Nu? Nee, joh! Ja. Oh, wow. Zo, dat was een goede kill. Jullie zagen het, hè? Volgens mij maakte ik echt 4-5 kills in één keer. Oké. Dat is nice. Uit het niets komen er wel hartstikke veel mannetjes ineens. Oké, die zijn allemaal weg. Oeh, lekker mistig. Oh, een manuscript. Hallo. Ik pak jou op. Ik heb jou nodig voor die man. Ik ga je inruilen voor je vriendin. Dat is belangrijk. Hallo, meneer de Pets. Stomme vogel. Hij heeft niet eens het recht om... Hij heeft niet eens een geldig bewijs om hier te vliegen. Hè, meneer? Illegale postduif. En wat is dit voor mooi hekje? Een ingangetje. En ik zie weer een soort mijnachtig thema. Wat staat hier? Een pijltje met naar links. Hallo. Wat moet ik hier vinden dan? Moet ik hier in misschien? Wat staat hier? Er staan weer vlekjes op. Oké, kunnen wij daar naartoe? Volgens mij niet, want er is een leek. Een meer. En daar een heel fel licht. Wel een thermoscan zie ik daar. Dus die gaan we even snel oppakken. Ik hoop dat dit stabiel genoeg is dat niet instort. En ik kan daar ook naar beneden, jongens. Oh, dit is niet stabiel! Instabiel, zei de kat. Instabiel, zei de kat. Ik ga heel veel in de mijn kijken. Want volgens mij zit hier een secret. Ik ben niet graag op deze plek. Omdat het lekker donker is. En ik helemaal geen moer zie. Maar wel wat extra spulletjes. Nou, daar ben ik blij om. Nou, geen koffiekan. Die staat daar. Goedemorgen, beveiliging. Ja, we zijn van de beveiliging. Hallo. En we hebben gemerkt dat jij hier bezig was. Huppakee. Sorry meneer, ik kon niet laten om mijn flashbang even neer te leggen. Goedemorgen. Dat is een bad guy. Dat was echt een stevige bad guy die. Een bad guy, echt zo'n stevig mannetje. Oké, ik ga nu proberen om die thermoscan te pakken. Die koffiethermoscan. En wat ik dan moet doen is gewoon overspringen en dan... Oh nee! Nog een keer. Laatste keer jongens. Ik probeer het. Het moet lukken. Ik zat vooral weer te stressen. Het is ook zo gammel als de pest. Oké. Nee! Volgens mij ging ik ook dood in de game. Op Xbox, toen ik hem had. Ja, toen ging ik ook op dat stukje dood. Oké, YOLO, we gaan gewoon gelijk meteen naar die thermoscan en we gaan verder. Oh, die stomme thermoscan. Oh, ben je nou weer moe, Ellen Week? Ben je nou weer moe? Oh, gosje, joh. Ben je nou weer moe? Niks gewend, die vent. Jongens, we moeten die thermoscan oppakken. Ja, we moeten het doen. We moeten het proberen met elkaar. Oké, jump. Oké, rustig aan. En hier ook. Jump. En stop. Goed zo. En dan gaan we weer teruglopen, anders vallen we weer dood. En
Jump! Oké, we hebben het gehaald. En een checkpoint, dat is bij het licht. En daar hebben we meestal ook zo'n emergency zooitje. Zo'n kastje waar allemaal dingen in liggen. Ammo en zooi en stuff en batterijen en weet ik veel. En nog meer batterijen. Waarom kan ik het niet oppakken? Omdat ik dus vol zit. Vol met ammo. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Een nieuw shotgungeweer. Bedankt voor dit mooie, enthousiaste nieuwe geweer. Een nieuw shotgungeweer. Oké, dan naar links en rechts. Goedemorgen. Welke kant zouden we op moeten? We kunnen daar naartoe en we kunnen naar de andere kant. Ik ga er maar naar deze kant, omdat daar weer geroezemoes was. En ik vind het sowieso niet cool als ik twee kanten op kan. En deze moet gewoon aan. Dat is beter, want daar heb ik meer licht. Goedemorgen. Ik pak gewoon mijn pistool, jongens. Ook gewoon als je ze schiet, zeg maar. Dat is echt grappig. Dan echt zo van, dan heb je een kogel geschoten en dan is het echt, dan schudden ze de kop van, brrr, weet je wel, van, oh, dat vinden we niet fijn, zo'n kogel. Een mens zou dood zijn, maar ja, blijft de geest natuurlijk, hè. En ik weet ook niet of we hier naartoe moeten. Ik heb het gevoel dat we niet de goede kant op gaan. Oh, snappy, meneer achter me aan. Weg. Oh, wacht, jongens. Komt goed, yes. Thank you, flashgrenade. Oké, we lopen maar gewoon door. In de hoop van zegen dat niemand achter me aankomt. Echt, hè? Het is echt creepy, dit stuk. Oh jee, ja. Er komt weer iemand achter me. Kom maar uit het licht, jongen. Kom maar uit het licht, jochie. Kom maar. Oh, nog veel meer achter me. Oké, ik moet een flashgranaat gooien. Huppakee. Zijn ze nu dood? Ik denk het. Ik loop maar gewoon YOLO door. Zijn ze dood? Ja, ze zijn dood. Er komen sowieso nog weer meer geesten naar me toe. Dat weet ik nou alweer. Kunnen we dit eventjes aandoen? We moeten dit wel aandoen, want er komen weer mannetjes op me af. Oh, damn. Er komen echt heel veel mannetjes op me af nu. Aandoen. Ik moet wegrennen, denk ik. Ik ren gewoon weg, jongens. Ik ren naar het licht. Dat is ook de bedoeling. Probeer me nou maar te pakken. Dat was natuurlijk expres gedaan door de makers. Oh, focus. Wat moeten we focussen? Weer een poepjes effect. Ze blijven poepen in de game. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Alice, waarom moest je dan ook gekidnapt worden door die gozer? Waarom moest je nou gekidnapt worden? Had gewoon een beetje op je tellen gelet. En wat een prachtig begraafplaats hebben we hier. Dat, oh jee. Oh. Wow, dat zijn nog ergere gasten. Dit zijn nog ergere gasten, merk ik. Oh. Oké, dat is echt een bad guy, zie ik nu. Ik denk dat we maar even de shotgun gaan pakken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat verstandig is, ja. Oké, er komt daar iemand op me af. En die heeft speciale kracht of zo. Bijvoorbeeld die gozer die nu... Daar komt hij. Oh. Oh, wat was dat? Thunder and Lightning prestatie ontgrendeld. Jullie kunnen het net niet zien, maar ik zie het in game. Ik heb iemand gedood. Ik denk dat het een baas was. Oké, gaaf. Nou ja, gaaf. Hij was best wel creepy. We hebben ook geen flashbangs meer. Maar daar heb ik wel heel de zooi mee gedood. Dus dat scheelt wel weer. Dat ging snel nou net. Oké, laten we hier eventjes dit aan. Oh, bedankt voor het lichtje. Nou, dat heb ik. Had ik niet nodig gehoeven. Oh ja, voor een checkpoint. Twee checkpoint reaches zelf. We moeten naar Mirror Peak Lookout. Waar we nou eigenlijk al heel de tijd naartoe zijn proberen te gaan. Want daar hebben we een afspraak met die vervelende gozer, zoals jullie al natuurlijk weten. Want dat heb ik al een paar keer verteld. Is hier nog wat te beleven? Hallo, meneer De Steen. En daar is uw vriend. Hebben jullie het leuk hier samen?
Ik vind van wel, want ik zie jullie genieten. Ik zie jullie hier heerlijk genieten in de zon. Nou, nu niet, maar als de zon dadelijk opkomt, dan hebben jullie een prachtig leven als steen. Wat de fuck was dat? Wat was dat? Hallo, meneer de Wiel. Als u vriendjes wil worden, kunt u ook gewoon met me praten. Misschien dat ik wel overweeg om vriendjes te worden, maar... hoeft niet... Oké. Meneer de auto, ik weet dat we geen vrienden zijn van elkaar. Maar waarom u ineens zo boos op mij wordt, dat weet ik niet. Oké, er is echt een ghost town inderdaad. Hij noemde het een ghost town. En hier binnenin kan ik ook helemaal niet in. Zit hier wel überhaupt wel wat binnen? Gewoon helemaal niks, alleen maar mos. Nou, daar is niet veel aan gedaan, zeg, aan de thematisering van het huisje binnenin. Kom, we laten een huisje maken. Gewoon helemaal niet inrichten, gewoon. Lekker makkelijk. Misschien was dat wel de bedoeling van de makers. En dit huisje is niet eens afgemaakt, zie je dat? Hebben ze gewoon een dak, hebben ze gewoon geplaatst. Hup, klaar. Oh, dit mag niet gaan instorten, jongens. Oké. Stort het niet in? Nee, maar je kan ook niet meer terug, weet je? Dat is weer zo wat ik zei in de game. Dat als je zo'n daaltje, zo'n afdaling maakt, dat je niet meer terug kan. Dat ken je wel, hè? En we zijn in Grey Peak Gore. Gorge. George. Gork. 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 Kunnen we hier even spieken? Wat is hier? Ik zie een koffiekan. Een koffiekan met een theekan en een chocoladekan. Pak de theekan met het koffiekan en mix het dan als je kan. Kan. Ik heb een kan op mijn hoofd. Ja, een kan op mijn hoofd. Goedenavond, ik ben hier een verslaggever. In deze ghost town, zo noemen ze het. Oh jee. Oh, wat gebeurt er? Oh my god, het is koelkastje. Koelkastje, kom maar even, vriend. Ik weet dat we al heel lang vijanden van elkaar zijn, maar nu is het moment om het goed te maken. Niet goed maken, geld terug! Oké, ze zijn dood. De koelkasten hebben het niet overleefd helaas. En ook, daar komt een creepy object, namelijk een tractor met twee van die wagonnen. En die heeft heel veel shizzle en nizzle nodig. Oké, gelukkig houden die stomme paal, houdt hem tegen. Oké, hou hem tegen. Ja, dankjewel. En dan de volgende object. Oké, dat is deze. Dat is het bewegende karretje. Dat is een minecart in Minecraft. Oké, de minecart is dood, jongens. Hé, ik heb een prestatie ontgrendeld weer. Ik ben alleen maar een prestatie aan het ontgrendelen. Allemaal achievements aan het krijgen bij deze game. En jullie zien het niet. Dat vind ik wel jammer. Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik sneu. Oh, crap. Dat klonk niet goed. Cross the ghost town. Nieuwe missie. Oké, we gaan het crossen. Oversteken heet het. En dit ziet er heel creepy uit. Heel vet gedaan trouwens. Een trein! Natuurlijk wist ik dat die trein ging leven. Oh, la 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 la. Ik wil wel vriendjes zijn, maar jij niet, want je bent een stoomlocomotief. En jij gaat er veel met Thomas om. Thomas, je kent Thomas toch wel, de stoomlocomotief. Goed zo. En waarom al die onderdelen zijn serieus allemaal behekst. En dat betekent dat onderdelen echt één voor één. Oh, het zijn nummer twee. En Iron Horse prestatie ongrendeld. Nou jongens, ik krijg alleen maar achievements hier. Dat is grappig. En ik zie een koffiekan. Hallo meneer de koffiekan. Waarom staat u hier alleen? Wilt u niet opgedronken worden door de Ellenweek? De Ellenweek. Kijk nou een schorre stem van het gillen? Nee toch? Ik gil niet. Nee toch? Pick up. Dankjewel. Wat hebben we allemaal voor ammunitie? We hebben een pistool. We hebben 18 van die nieuwe shotgun kogels. En we hebben nog 5 van die flares. Nou, moeten we hier naar binnen? What about? Yes. Oh, daarvoor pakte ik die sleutel net. Nice. Ja? Hallo? Hallo, is er iemand binnen hier? Ik had een afspraak met meneer de Groot. Is meneer de Groot ook aanwezig? Hallo? Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet and a good one.
He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Niks gebeurt. En ik zie hier een nieuwe rifle huntel. Ja, een hunter rifle. Ik ga hem gebruiken. Ook al heb ik die andere nog geen één keer gebruikt. De pump action. Nou, denk ik dat deze wel iets beter is. De pump action shotgun. Ik ga die toch gebruiken, hoor, jongens. Ik wil niet die rifle. Dit is je eigen keuze, jongens. En als je zo'n... Zo! Poepjes effect! Dat was een poepjes effect. Dat is typisch gewoon een poepjes effect. En we moeten hier naar boven, want we gaan Reach the Mirror Peak Lookout. Dat hadden we beloofd, toch? We zouden helemaal naar boven gaan. En als we er zijn, dan hebben we weer een fantastische aflevering gehaald. Daar gaat het om, dat we het overleven, dit spel. Tot het uiteinde. Weer zo'n raaf. Ga weg! Kst! Oh! The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Oké, we moeten snel zijn. We moeten hurry up. Oké, ik volg even dit. Want hier zit volgens mij een secret, inderdaad. En het is heel stil. Er is geen muziek. Het is een beetje creepy allemaal. Het is gewoon een beetje... Dat stille, dat hou ik niet van. Oké, we moeten hier proberen of we ergens op kunnen klimmen. Kunnen we dat? Waar moeten we heen naar boven? We moeten opschieten. Hij had net een tekstmessage gestuurd, dus een sms'je, met allemaal spellingsfouten. Maar hij kon eruit lezen dat hij zei dat ik moest opschieten. Dus we gaan nu naar de piek toe. Oh shit, toch niet weer, hè? Toch niet weer, hè? Ik heb daar verschrikkelijk hekel aan, die stomme vogels. En vooral niet als ik hier aan het rennen ben. Hoor die muziek, jongens. Oh, snappy! Oké, het gaat goed, jongens. Oké, je moet even rennen. Nee! We gaan rennen. Birds. Komt goed. Volgende. Oh, shit. Terugtrekken, dat doet hij niet. Bij de tweede brug moet ik dus langzamer gaan. Okay, let op, dit gaat nog wel. Rennen. Oké, en hier moet ik dus uitkijken op die birds. Kijk, daar komen ze. Oké, die zijn verslagen. Dan gaan we naar de volgende. Jo! Ik zeg niks. Birds. Het is een survival game, jongens. Dat weten jullie nu wel inmiddels. Yes, gehaald. Yes! Lekker, Vince. Oké, die vogels mogen nu wel even opzouten. Oh, snappy, daar gaan we niet naartoe. Sowieso niet. Oh, shit. Ze komen op me af. Nee, dat vind ik niet cool. Weg. Stomme vogels. Danger. Moet ik hier naar beneden? Ja.
Oké. Jongens, we zitten in de mijn. En gelijk ook het einde van deze aflevering. Voor een leuke video, geef een groen duimpje. Vergeet te abonneren. En zie ik volgende keer terug bij een nieuwe hele week in de mijnen. Tot ziens.